Dat was haar grootste wens van luister alsjeblieft naar mensen die deze boodschap hebben, want het verzin je niet. Ja, weet je, dat weten jullie ook, dat daar gaat zo'n proces aan vooraf. En Ja. luister daar alsjeblieft naar. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar respecteer het en luister gewoon naar elkaar. Dat heeft Ja. ze heel erg gemist. En hier staat nog een vinkje achter. En wil je die niet eerst even afmaken? Terwijl ik denk, ja, weet je, misschien een paar maanden geleden was die bucketlist nog van enigszins belang. En die is inmiddels niet meer belangrijk voor mij geworden. Ik wil gaan. Ik denk wel dat er ook artsen zijn die inderdaad nu wel realiseren dat niet iedereen beter te maken is. En dat soms helpen is inderdaad zeggen van joh, weet je, ik zie dat jij niet meer kunt. Ik ga kijken wat we voor jou kunnen doen. Of ik ga jou helpen met een verwijzing naar iemand die jou verder kan helpen in zo'n traject om te kijken of je aan die eisen van zorgvuldigheid voldoet. Maar ik denk wel dat er veel mensen nu ook wel realiseren dat niet iedereen te fixen is. Maar Ja. je moet het denk ik maar aandurven. Ik heb een doodswens. Ik ook. Ik ben Isabelle Akkers. En ik ben Hansje Kok. En wij hebben het in de podcast over de wens voor euthanasie bij psychisch lijden. We willen het taboe doorbreken om hier openlijk over te praten. En gaan ook in gesprek met anderen over dit onderwerp. Wij brengen ons rauwe verhaal en je kan ons ook persoonlijk volgen. Dus leef met ons mee en draag met ons samen uit de wens dat euthanasie bij psychisch lijden net zo normaal wordt als bij lichamelijk lijden. Live it! Nou, hoi allemaal weer. Het is niet lang geleden dat we een aflevering hebben gemaakt, maar we hebben alweer een nieuwe gast. En de vorige keer hadden we mijn moeder aan de lijn. En nu hebben we een andere moeder te gast. Zou je jezelf willen voorstellen? Ja, hoi, ik ben Mireille Verhoofd. Ik kom uit Breda, moeder van 3 kinderen, Daan, Bob en Milou. En Milou hebben wij in oktober afgelopen jaar in liefde laten gaan. Op een hele fijne manier. En ik vind het super fijn dat ik met jullie in gesprek mag. Ja, nou, het wij is zijn jou natuurlijk ook fantastisch dat je super hier bent. dankbaar. Ja. Precies dat. Ja, het is namelijk heel dapper dat je hier bent en dat je dit verhaal wil delen. En ik heb ook echt begrepen dat het een hartsverlangen is om ook dit verhaal uit te dragen. Omdat jij ook, nou, net zoals dat wij dat eigenlijk een beetje zijn, activistisch bent. Om eigenlijk iets te veranderen in de manier waarop zorg op dit moment geboden wordt in trajecten. Ja, klopt. En ook de wens van Milou. Milou heeft ook aangegeven: mama, geef mijn lijden een gezicht en een stem. Al wordt er maar één iemand dan op de fijne manier geholpen en worden mensen beter gehoord. Dat zou me zoveel waard zijn, heeft ze gezegd. Prachtig. Nou, dankjewel, Milou, dan dat je je moeder naar ons hebt toegestuurd. Ik weet Ja, zeker dat ze precies. meekijkt. Want wij vinden het heel mooi om vragen te mogen stellen aan je. Maar eerst, hoe gaat het met je? Want het is nu een paar maanden verder en ik kan me voorstellen dat het ook een beetje een rollercoaster is. Dus hoe gaat het gewoon met je? Ja, het is heel erg raar, want ik weet natuurlijk helemaal niet wat rouw is. Ik heb dat nooit eerder meegemaakt en ik heb daar ook nooit een beschrijving bij gekregen. En eigenlijk vind ik rouw iets heel stoms, want het overvalt je als het ware. Het ene moment denk je, hé, weet je wel, het is best een oké dag. En dan ineens komt het binnen gedenderd en dan gaat het helemaal niet meer oké. Maar ik merk dat doordat we over Milou praten en naar filmpjes van Milou kijken en foto's zien, haar stem horen, dat het zo levend blijft dat het ook fijn is om erover te praten. En dat verzacht ook een beetje het gemis en het verdriet. Want ik ben in eerste instantie het allermeeste opgelucht dat haar lijden voorbij is. Maar dat doet niks af aan het verdriet en het gemis dat we nu hebben. En dat komt keihard binnen. Maar
voel wel dat je steun hebt aan de manier waarop zeg maar, haar afscheid is geweest en hoe ze mocht gaan. Dat maakt het voor ons zachter, lijkt het wel. Ja, want daar wil ik natuurlijk wel een stukje meer over weten, want de luisteraar kent jou niet. En we hebben het natuurlijk over Milou, jouw dochter, de derde. Je hebt nog twee andere kinderen. Een prachtige zoon van 24 vertelde je en een prachtige zoon van 19. En ja, het verhaal van Milou begon rond haar 11e, vertelde je. Ja, Kun je klopt. ons daar een beetje in meenemen, zodat de luisteraar begrijpt waar Milou vandaan kwam en waar Milou met jullie naartoe is gegaan? Nou, Milou was een heel erg vrolijk, maar heel hoogsensitief meisje. Dat altijd heel erg keek naar haar omgeving en hoe het met andere mensen ging. En toen haar broertje op 16-jarige leeftijd in een coma terechtkwam en langdurig in coma gehouden is en daar wel weer uitkwam, bleek eigenlijk dat Daan op ging knappen, maar dat die gebeurtenis heel traumatisch geweest is voor haar en eigenlijk niet meer uit haar lijf wegging. En ze stopte dus met slapen en ze kreeg continu nachtmerries en herbelevingen en dissocieerde. Dat ging zo'n onderdeel in haar leven uitmaken dat ze heel erg depressief werd en zich helemaal terug ging trekken en zichzelf ging beschadigen en gewoon niet met dat. Die verwerking kwam bij haar gewoon niet goed op gang. Daan herstelde eigenlijk en Milou ging steeds verder een zwart gat in. Toen zijn we wel een traject ingegaan van allerlei ambulante hulp. Maar het werd alleen maar steeds slechter met haar. En toen ze een suïcidepoging had gedaan en in het ziekenhuis terechtkwam, is ze opgenomen binnen de GGZ. En vanaf toen is het alleen maar bergafwaarts gegaan met haar. En blijkt ook dat ze later misbruikt is, wat voor haar echt een vrije val naar beneden heeft gemaakt. Waarop ze ook de conclusie getrokken had van ik ga echt niet meer beter worden, ik ga hier niet meer uitkomen. Dit leven is zo moeilijk voor mij. En ja, toen zijn we een traject ingegaan na een aantal jaar bij het expertisecentrum voor euthanasie met een aanmelding. En is Milou zelf heel veel bezig geweest met vragen over de zin van het leven en is dit het echt voor mij? En ze kwam echt tot de conclusie dat ze echt nooit meer beter ging worden en dat ze heel graag op een humane manier afscheid mocht gaan nemen. Ik kan me voorstellen, ik word hier stil van dat de luisteraar hier ook even stil van wordt van zo'n verhaal. Dankjewel voor het delen. Jeetje. Wat wilde jij zeggen, Isabel? Ja, het is gewoon een vraag die in mij oppopt. Hè? Want zij is natuurlijk een stuk jonger dan ik. Maar had zij angst voor wat er komt na dat je zeg maar overlijdt? Nou, ze was helemaal niet bang om dood te gaan. En zij had ook echt een beeld dat de manier waarop zij mocht sterven, dat dat vast heel erg mooi moest zijn. En dat ze was er ook van overtuigd dat er op haar gewacht werd aan de overkant. Maar waar ze wel heel erg mee struggelde was van, is het mijn tijd? Mag ik nu komen? Is dat oké daar? Ja. En toen zijn we naar een medium geweest en die wist niet van haar situatie. En die heeft op een gegeven moment met haar gesproken, omdat hij zag dat er iemand ging overlijden. En toen heeft ze verteld dat zij dat was. En toen vroeg hij, wil jij daar iets over weten? Over daar straks waar je naartoe gaat. En toen heeft ze gezegd, ik wil graag weten of het mijn tijd is, of ik nu mag komen. En zei hij, ja, ze wachten op jou. Het is goed. Wat mooi. En dat was na 6 jaar de eerste nacht dat ze doorsliep. Dat ze rust had, niet bang was die nacht, geen herbelevingen. En toen was er een soort berusting in haar dat ze mocht gaan. Wauw. Ja. Dat is echt, ja, dat is super mooi. En ook fijn dat ze die rust dan toch heeft gevonden op het eind daarin. Ja, dat gaf ons ook heel veel rust. Ja. Want toen hadden we echt zoiets van, ze is er klaar mee. Weet je, ze is echt klaar om te gaan. Het is oké. Ja. En het is oké was ook altijd haar slogan. Als iemand vroeg, hoe gaat het met je? En als ze dat zei, dan wist ze, Dat was vaak zo'n sociaal menselijk antwoord. En dan wisten wij dat er wel iets anders op de planning stond. Maar ja, toen was het ook echt oké.
waren. En was er ook echt klaar voor. Ja. Ja. Nou ja, dat is wel fijn. Want dan heb je ook de overgave en de berusting om het dan aan te gaan. Die laatste stap. Ja. Ja. Ja, ik vond het zelf ook wel fijn om te zien dat ze geen angst meer had daarvoor. Dat dat... dat het in heel haar lijf zo voelde dat het oké was dat ze kon gaan. Ja. Dat is mooi. Ik vertelde al eerder dat ik een mastermind groep heb waar ik dan vragen aan voorleg. Van joh, wat zou ik nou kunnen vragen aan iemand met zo'n moeilijk thema? En het mooie wat altijd al opkomt zijn altijd vragen waar ik dan zelf niet direct aan denk. Maar een van die vragen was, hoe gaat het nu met jullie gezin? Deze maanden, zeg maar, zonder Milou. Nou, we missen haar heel erg. En ik merk dat iedereen op zijn eigen manier met haar verlies omgaat. En ik denk dat het ook supergoed is dat iedereen op zijn eigen manier mag rouwen. Ik vind het ook wel belangrijk dat je ook een stukje samen kunt doen. Dus dat je ook met elkaar een stukje rouw verwerkt, zeg maar. En ik merk gewoon dat onze oudste heeft heel veel moeite met het haar niet meer hier hebben. Die mist haar heel erg. En die gaat ook heel veel vragen nu krijgen rondom de euthanasie. Dat was bij ons wel moeilijk. Want hij heeft een verstandelijke beperking om hem dat ook helemaal uit te leggen. En dat is door de artsen super opgepakt. Die hebben hem daar helemaal bij betrokken. En ook echt heel rustig uitgelegd dat het hoofd van Milou niet meer beter ging worden. En toen zei hij tegen de dokter, ja, jij liegt, tuurlijk wordt ze beter. En hij heeft zelf een hersenoperatie gehad. Dus hij zei, hup, gewoon hier hoofd open, slangetje erin, dicht en beter. En toen zei hij, nee, dat kan niet meer. Milou kan niet meer beter worden en de dokter kan haar hoofd niet meer beter maken. En toen vond hij het nog steeds niet goed genoeg, dat antwoord. En toen vroeg de dokter ook van, ja, maar waarom vind jij dan dat ik lieg? Weet je wel, wat is er dan? En toen zei hij, nee, ik moet eerst nog met Milou naar Harry Potter. En ik moet nog naar Starbucks. En we moeten nog naar de bioscoop. En we moeten nog een eitje eten bij McDonald's. Dus ze mag toch niet dood. En toen hebben ze ook gezegd, ja, maar ze gaat nu nog niet dood. We kunnen haar niet meer beter maken. Maar jij mag nog wel hele mooie herinneringen met haar gaan maken. Dus laten we nou als dokter met jou en Milou afspreken dat jullie eerst die leuke dingen gaan doen. En daarna mag de dokter pas komen. Dat was het oké voor hem. Dus toen snapte hij gewoon het verhaal. Dat was heel erg mooi. En nu zegt hij, ja, maar weet je, nou vind ik het niet meer leuk. Nou moet ze terugkomen. Ja, dat is natuurlijk zijn verstandelijk niveau. Van ja, maar ik mis mijn zusje heel erg. En op een ander moment is hij heel erg aan het zingen. En houdt van musicals. En is hij met haar aan het zingen. En dan kijkt hij ook echt naar boven. En dan roept hij ook nu mee zingen. Milou, jij bent Elsa. Ik ben Olaf. En dan staat hij in de tuin te zingen. Ja, en haar broer had er heel veel moeite mee toen zij zeg maar aangaf, joh, ik wil niet meer, ik ga me aanmelden bij het expertisecentrum voor euthanasie. Dat hij echt zoiets van, joh, doe even normaal, weet je wel. Je gaat gewoon beter worden. En net als je vriendinnen gewoon weer lekker volleyballen en naar school. En hup, weet je wel, even normaal. En op een gegeven moment realiseerde hij zich dat ze echt niet meer kon. Dat het geen kwestie was van niet willen, maar dat ze echt op was. En toen hij dat zag, zijn ze heel dicht naar elkaar toegegroeid. Veel met elkaar gaan praten. Waarom ze niet meer kon. En hij was ook heel erg boos over het misbruik. Want hij vond dat hij zijn zusje had moeten beschermen daartegen. Terwijl het helemaal niet kon natuurlijk. Maar ze groeiden op die manier heel sterk naar elkaar toe. En ik denk dat zijn besef dat zij echt niet meer kon. Dat dat een heel mooi afscheid van hun heeft ingeleid. Dat ze daardoor zo dicht bij elkaar zijn gekomen, dat hadden we anders nooit voor elkaar gekregen. Ik denk dat het heel belangrijk is geweest. Ik hoor iets heel leuks tussendoor. Vertel. Ze was ook een Harry Potter fan. Oh ja, 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 ja. En daarom ja. Ook. Dus daarom moesten ze samen naar Londen, naar die studio's. En om toch een keer er samen op die bezem te zitten. En dat stond op de bucketlist. Wat superleuk. Ja, bucketlist. Ja. Als je zeg maar Isabel haar arm even laat uitsteken, dan kun je lezen dat daarop staat Nox. Nox. Oh. Ja, ik zie hem. En ook, maar dit is nou niet te zien, er staat ook Mischief Managed.
snode plannen uitgevoerd. Oh, oké. Nou ja, dan heb ik deze. Oh, wauw. Kun je hem zien? Ja, ja. De vlinder vliegt weg. Het is oké. Wat mooi. Dat is heel mooi. Ja. Dat zelf had ze ook vlinders op haar arm. En daar stond onder Survivor. En toen zeiden heel veel mensen, oh, dus je gaat wel door. Het gaat goed met je. Nee, ik ben elke dag aan het overleven. Ik ben een survivor. Elke dag moet ik overleven. Totdat ik bericht krijg dat ik mag gaan. Ja. En toen heeft ze op het allerlaatst heeft ze nog op haar arm 444, het angel number, laten tatoeëren. En toen ze overleden was, toen zei mijn man Louis op de uitvaart, lieve schat, ik ben al heel de dag 444 aan het bellen, maar dan neem ik geen engeltje op. Wat bijzonder, ik werd vannacht wakker en het getal op de klok was 4:44. Nee, ga weg. Angel number, ja, dat is... Ga weg. Dit is een signaal. Echt waar hoor. We zijn hier. Nee, maar dat is echt... Ik ben één moment wakker geweest vannacht en dat was 4:44. Ik had echt zoiets van, oké, toen ben ik weer gaan slapen. Ja. Dus. Ja, ik heb al wat met cijfers, want... Milou is 14 juli geboren, of dat is haar verjaardag. En toen Milou de vraag kreeg van God, hoe laat zou jij graag willen dat ik kom voor de euthanasie? Toen zei ze, ik wil dat je om 14:00 begint, want dan ben ik om 14:07 dood. En dat is mijn verjaardag, dus dat is ook 14:07. En toen kwam het, dat was dus ook zo afgesproken. En toen op het allerlaatst werd er gevraagd, want ik ben er een uur eerder, is dat erg? En toen hadden we inmiddels afscheid genomen, het infuusje zat. En we hadden een tompoes te eten met de uitvaartondernemer als afscheid. En allerlei dingen hebben we die dag nog gedaan. En toen zei ze, nee joh, maakt niet uit, kom maar. En toen was hij dus om 1:00 bij haar. En om 1:00 is zeg maar boven zeg maar, het uitvaartmoment geweest. En op dat moment zaten onze jongens beneden aan de tafel en de tuindeuren stonden open en de uitvaartondernemer zat bij hun, dat is een goede vriend van ons. En om 6:07 vloog er een blauwe vlinder naar binnen en die ging over de tafel tussen de jongens door en die vloog via de tuindeuren naar buiten richting de carport waar haar rookhoekje was. En die ging op de plek zitten waar ze altijd zat te roken. En om 1:07, toen dat dus beneden gebeurde, overleed Milou boven. Dus precies dezelfde tijd. Wauw. En dus als de euthanasie inderdaad om 2:00 plaats had gevonden, was ze dus inderdaad wat ze wilde. Om 14:07 overleden. Dus zo was hij daarvan overtuigd dat dat gekoppeld zou zijn aan haar verjaardag, die 14:07 en tijdstip van overlijden 14:07. Vond ik ook zo bijzonder. Ja, echt wel. Wauw. Ja, ja, er is toch meer tussen hemel en aarde. Ja, zeker. Wauw. Ja, ik ben even speechless. Ja, het zijn allemaal van die mooie momentjes en magische momentjes die je natuurlijk eigenlijk altijd mee kunt krijgen als je ervoor open staat. En Ik heb nooit geweten dat dat echt zou bestaan. Ik kon me daar niks bij voorstellen. Ja, omdat het ook niet tastbaar is misschien. Hè? Het is niet... En er is... Maar ja, er zijn tegenwoordig wel wat wetenschappelijke onderzoeken. Maar dat er echt een bewijs is, kan je ook niet zeggen natuurlijk. Maar ja, ik heb er altijd wel in geloofd. En ja... Het geeft dat houvast denk ik ook, of niet? Ja, zeker. Het geeft ook heel veel houvast. Maar dat is natuurlijk een mooie bonuspunt, de houvast. Ik heb veel dingen gezien en gehoord en meegemaakt, waardoor ik het gevoel heb dat het er inderdaad wel is. En ja, dat met die vlinder, dat kan geen toeval zijn, lijkt mij. Dat zou wel heel... Hè? Ik bedoel, dan moet het wel echt heel... Heel toevallig zijn als dat precies zo gebeurt op die tijden. Dat is gewoon... Hè, en dat zo'n beetje... Ja, het is toch veel aparter geworden. Dat ga je denk ik niet geloven. Maar toen ze dus een week later begraven werd... Zij wilde echt de regie. Zij heeft zelf heel haar uitvaart bedacht.
En ook met ons bekeken hoe dat allemaal geregeld moest worden. Ze is begraafplaatsen afgegaan. Is ze proef gaan liggen waar ze lekker lag. Waar het zonlicht goed was. Waar de ganzen te horen waren. En zo heeft ze haar plek uitgekozen waar ze echt haar rust zou vinden. Maar toen dus de uitvaart begon en iedereen binnen zat. Toen wilde iemand van dat restaurant waar we waren, wilde de deur sluiten. En toen kwam er dus een vlinder naar binnen vliegen. En die vloog over haar kist. En die vloog naar de uitvaartondernemer. En toen vloog die naar buiten. En toen hadden we zoiets van, ze heeft gewoon even gecheckt. Het kan beginnen, iedereen is er. Het is oké. Okay. Echt, dat gevoel had ik toen. Ja, wil jij... Want jij hebt eigenlijk ook een soort vanzelfde voorbereiding. Hè? Ik hoor best wel wat linken die Milou deed, die jij eigenlijk ook aan het doen bent. Het plannen van je uitvaart. Het voorliggen op de plek waar je wil gaan liggen. Ja, mogen we het daarover hebben? Zeker, ja. Ja, want jij doet dat ook. Ja. Jij wil op een natuurbegraafplaats begraven worden naast je man. Ja, klopt. Ja, want dat gaf voor hem... Ja, dat is natuurlijk, want hij is begraven in mij. Maar... Ja, ik heb een paar keer zelfs, ik denk tot 2 of 3 keer toe, ben ik gewoon even naast hem daar, of ja, tenminste, hè, wel boven. Hij ligt begraven dan, en ik bovenop natuurlijk. Maar goed, ik heb daarnaast een plekje aan de rechterkant en ik ben daar gewoon gaan liggen. En ik dacht, eens kijken wat je dan ziet als je met je neus omhoog gekeerd bent. Nou ja, ik zag een hele mooie blauwe lucht op dat moment, wat wolkjes die voorbij drijven, een paar takken van de boom. Van de bomen. Heel veel rust. Want ja, het is een natuurbegraafplaats. Dus het is gewoon lekker rustig daar. Hangt wel van het moment af trouwens. Want er zijn ook heel veel wandelaars en fietsers soms. Maar ja, dat is juist gezellig. Want dan heb je visite. En Milou wilde dus niet op een natuurbegraafplaats liggen. Want als haar vrienden kwamen en die wilden graag een joint roken, dat mocht niet in het natuurgebied. Oh, echt? Oh ja, nee, natuurlijk. Dat is waar, ja. Dus ja. Ze zei ze, nou, die valt af. Ja, nee, logisch. Dus waar is het dan? Wat is het voor een plek dan nu? Ze ligt gewoon op een gewone begraafplaats. Alleen ligt ze aan de markt. Dat is een rivier. En als het veel regent, dan treedt hij nog alles buiten de oevers. Dus dan eigenlijk heeft iedereen natte voeten. Dus dat wilde ze ook niet. Dus toen heeft ze gezegd, ik wil wel in een grafkelder liggen, want dan ligt het droog. En daar ligt ze nu. Oh, dat is ook origineel. En heeft ze daarmee dus wel ook plekken gemaakt voor jullie? Of dat niet? Oei, ja. Nou, ze ligt in een kelder, dus er kunnen nog 2 mensen plus een urn bij. Nee, één iemand plus 2 urnen, dat was het. Dat kan, dus in die zin heeft ze ook aan ons gedacht. Ze heeft een supermooi plekje, daar staat een bankje bij. En dan zit je aan dat water en dan hoor je de ganzen nu. En komt af en toe een eekhoorntje voorbij gevlogen, weet je wel. Dan denk je van ja... Zo'n mooi plekje. Ze ligt ook echt heel mooi. En wat wij gedaan hebben, ik vind een begraafplaats altijd zo donker. Met allemaal die donkere stenen en die kapotte kruizen. En dus zij had haar eigen kist, had ze zelf helemaal gerapt met een foto van zichzelf en onze hond samen met haar broer. En daar had ze allemaal 3-dimensionale vlinders op geplakt. En ja, toen dachten wij, hoe mooi is het eigenlijk als we niet hoeven te wachten op zo'n donkere steen, wat een half jaar levertijd is. Maar dat we eigenlijk de deksel van haar doodskist namaken in een soort cover. Dus we hebben van het materiaal waar ze verkeersborden van maken, dat forex, dat aluminium, zeg maar, hebben we een soort mal laten maken. En daar staat zij ook op met haar hond en met haar zin, het is oké. En dan datum overlijden en haar leeftijd. Maar die hebben we ook aan de binnenkant, dus die ook bedrukt. Dus als zij naar boven kijkt, ziet ze ook die foto en die tekst. Oh, wauw. Oh, dat... Ja, dat is leuk bedacht. Mm-hmm. Ja, dat is toch grappig? Dan ziet zij ook hoe ze erbij ligt. Ja. Ja, maar dat is ook belangrijk. Want zij wil ook ergens naar kijken, natuurlijk. Ja, en wat we ook gedaan hebben... Als mensen de moeite nemen om naar haar toe te komen op haar plekje... En die zitten daar lekker op het bankje... Dan gaan ze nadenken over dingen die ze met Milou meegemaakt hebben... En nou, Daan, het oudste broertje van Milou, die is heel erg in echt kunnen beleven. Dus die zegt ook, mama,
Wanneer kan ik nou een brief naar Milou sturen in de hemel? En ik dacht, daar moet ik iets mee. En toen hebben we een QR-code laten maken en die hebben we nu op haar graf geplakt. En als hij dan daar naartoe gaat, dan kan hij met zijn telefoon die QR-code scannen. En dan ziet hij allemaal filmpjes en foto's van haar. Maar er zit ook een rubriekje en dat heet Hemelpost. En dan kan hij dus een briefje achterlaten of een foto sturen naar haar. En Oh, wow. Dan zegt hij dus, mama, ik heb een brief geschreven naar Milou. Ach. Ik heb post gestuurd. Dus op die manier sturen wij post naar de hemel. Wat fantastisch. Wauw. Vind ik ook echt Ja. wel iets voor jou. Dat jij ook iets nog van hemelpost of zo zou kunnen ontvangen. Ja, maar het is toch stom dat er geen wifi in de hemel is? Of geen... Het is toch raar? Daar moet je toch iets op verzinnen? Ja? Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Ja, nou, ja. Ik vind het wel heel origineel. Ja, bij jou zouden we dan allemaal uilen neer moeten zetten. En dan kunnen die ook, zeg maar... Dan kan het bezorgd worden. Maar ik zie het wel helemaal voor me. Nee. Ja, maar zonder gekheid, weet je... Ik denk wel oprecht, maar dat komt omdat ik natuurlijk erin geloof. Je kan mensen nog steeds bereiken. Hè, als je een brief stuurt, je schrijft hem op, je zegt het hardop, je denkt het alleen. Maar Milou hoort je wel nog. Hè, kijk, of je er terug hoort, is een tweede. Maar hè, wat je al zelf aangaf, de vlinder is zichtbaar aanwezig. Die fladdert vrolijk rond op momenten. En die zal nog wel eens een keer terugkomen. Dat is toch weer een tekentje, hè, dat ze een antwoord geeft. Ja, en wat ook wel bijzonder is, wat Milou gedaan heeft. Vorige week was Daan jarig. En ze heeft dus aan een aantal vrienden en familieleden heeft zijn verjaardagskaart gestuurd. Dus, en die mogen ze pas openen op de dag dat ze voor de eerste keer jarig zijn, als ze er niet bij is. En daar staat dan een heel verhaal in. En iedereen die heeft dus die brief thuis liggen en kijkt echt naar die kaart. Want ik mag hem nog niet openmaken. En Daan was nu de eerste die post van Milou kreeg, als het ware. Wauw. Dus dat is ook wel heel bijzonder. Ik weet ook dat 6 juni ligt ook een kaart voor mij klaar. Dan krijg ik gewoon een kaart van mijn meisje die er niet meer is. En die denkt dus toch aan mij op haar verjaardag. Op mijn Wat verjaardag. Lief. Wat lief. Ja. Ja. Kunnen we, je noemde even heel snel dat Milou eigenlijk nog een taak heeft meegegeven aan jullie. Wat is... precies de missie van Milou en op welke manier geef jij en jullie dat eigenlijk vorm? Milou heeft zich altijd niet gehoord gevoeld. En Milou heeft heel vaak gezegd bij gesprekken met psychiaters of met andere behandelaars: ik kan niet meer, ik ben op, ik wil dood. En het benoemen van de dood, zeker binnen de jeugdhulpverlening, is echt een no-go. Daar zit nog een taboe op van heb ik jou daar. En zij wilde gewoon heel graag dat het bespreekbaar mag zijn. Dat als iemand zich heel erg slecht voelt en zegt, joh, ik weet echt niet meer of ik hier nog uit ga komen. Of ik weet wel dat me dit niet meer gaat lukken en ik wil verdere stappen zetten. Dat iemand gewoon dat gesprek aan durft te gaan. En durft te zeggen, hey, weet je, ik vind dit rete spannend wat jij nou zegt. En ik ben een hulpverlener en ik wil eigenlijk dat je beter wordt. Ik wil niet dat dit jouw perspectief wordt, maar... ik ben er wel voor jou. Ik ga naar jou luisteren. We gaan samen kijken wat ik voor jou kan betekenen. Ja. En dat heeft ze zo gemist, dat luisteren. En zij wil eigenlijk dat haar lijden, dat een gezicht krijgt, maar ook een stem. En dat mensen zich gaan realiseren dat die nabijheid en die arm en diegene die gewoon even naast je loopt, zonder te moeten kletsen of zonder te moeten fixen of zonder je weer in een programma te krijgen, maar die gewoon er voor je is, die naast je staat. En dat hoopt ze zo te bereiken. En we zijn op dit moment zijn we bezig met het maken van een documentaire over het leven van Milou. Maar dan wel met de boodschap dat dit niet iets is wat op zich staat. Niet Milou alleen. Er zijn heel veel mensen die niet meer kunnen. En dat mensen daar gewoon oog voor moeten gaan hebben. En voor, ja, bereid moeten zijn om naar dat verhaal te luisteren. En niet het gezicht wegdraaien. En dat was haar grootste wens van... luister alsjeblieft naar mensen die deze boodschap hebben. Want het verzin je niet. Ja, weet je, dat weten jullie ook. Dat daar gaat zo'n proces aan vooraf. Ja. En luister daar alsjeblieft naar. Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Maar respecteer het en luister gewoon naar elkaar.
Dat is ze heel erg gemist. Ja, want wat me nou dan te binnen schiet, inderdaad, want jij bent dus ook moeder van een kind die wilde gaan, net zoals mijn moeder dus. En ik heb mijn moeder op een gegeven moment moeten zeggen van nou, ma, ik kan niet meer. Mag ik vragen hoe dat moment voor jou was met Milou? Ik heb het zelf aan Milou gevraagd. Ik voelde aan alles in mijn lijf dat ze gewoon niet meer kon. En dat ze daar ontzettend mee worstelde om dat te durven gaan vertellen. En dat kwam ook omdat ze elke keer zei, ik wil dood en ik stap eruit. Dan kreeg ze te horen, nee, dat is niet zo. Dat is ja, niet door ons, maar door de hulpverlening van, ja, jouw brein is niet volgroeid, die denkt dit. Of moet je nou eens kijken hoe mooi je woont, je wil helemaal niet dood, je zegt maar wat. Dus ze werd eigenlijk continu tegengesproken daarin. Dus ze vond het heel moeilijk om dat te bespreken. En toen reden we op een gegeven moment een keer naar huis toe. En toen had ik haar opgehaald bij een therapie. En toen zag ik dat ze naar buiten keek. De auto uit, zeg maar. Maar ik zag dat ze huilde. Maar haar gezicht wegdraaide van mij. En ik zag in de buitenspiegel tranen over haar gezicht lopen. Inclusief heel veel zwarte mascara. Daarom kon ik het goed zien. Ja. En toen heb ik de auto in de berm stilgezet. En het enige wat ik heb gevraagd. Wil jij graag dood? Denk jij veel na over dood mogen gaan? En toen zei ze, mama, alleen maar heel de dag. Ik zei, dan gaan we jou helpen. Dan gaan we achter jou staan. Wauw. Wauw. Want, ja. Weet je, het is zo onnatuurlijk. Tuurlijk wil je je kind niet kwijt, maar als iemand zo ongelukkig is, wie ben ik dan als mama om te zeggen, nee, maar jij moet blijven leven, want anders word ik verdrietig. Als een leven echt een hel is elke dag. Weet je, in de hulpverlening hebben ze het alleen maar over zelfbeschikking en autonomie. En ze moeten zelf de regie hebben. En op het moment dat ze dood willen, mogen ze niks meer zelf vinden. Dan beslist de psychiater. Mm-hmm. Ja, die snap ik niet. Nee. Nee, ik ook niet. Maar dat is wel een... dat is best een stap. Als ouder zijnde. Ja, maar weet je, daar zijn natuurlijk jaren aan vooraf gegaan. En we hebben ook heel veel hoop gehad en toch elke keer weer behandelingen en ook wel eens tegen haar zin in gezegd van God, alsjeblieft wil je dit nog proberen, want misschien hè, zie je dan weer lichtpuntjes. En dat ze zei ook van nou, ik probeer het voor jullie, maar ik heb zelf helemaal geen geloof meer daarin dat ik nog beter ga worden. Ik ga dit niet meer redden, maar voor jullie doe ik het dan. En na verloop van tijd werd het ook meer een cv afwerken van als ik dat maar allemaal gedaan heb, word ik zeker niet geweigerd bij de EE. Ja, precies. Ja, been there, done that. Ja, zo'n beetje afvinken van alle mogelijkheden of mogelijke opties, dat ik in ieder geval geen tegenwerking krijg of afwijzing. Nee, dat was volgens mij ook precies de reden waarom jij nog geen schemaatjes aan het invullen was, toch? Ja, exact dat. Ja, nog niet uitgebehandeld genoeg. Oh ja. Maar Milou die dacht ook echt dat alles wat er te krijgen was in de wereld, dat ze dat geprobeerd... Oh, sorry, is het iemand... Dat alles wat zij zeg maar geprobeerd, of wat er is, dat zij dat zou moeten proberen. Oh, ik zit nou wel even te... Ja, er wil iemand mij bellen en ik wil dat niet. Maar goed. Elektronica. Ja, leuk. Maar Milou die dacht dus echt van alle behandelingen die er zijn in heel de wereld, die moet ik gedaan hebben volgens het expertisecentrum straks als ik daar op gesprek mag. En toen hebben we ook een gesprek gehad met een psychiater, met Menno Oosterhoff. En die zei, je hoeft niet alles te doen wat er bestaat, maar je moet doen wat binnen jouw mogelijkheden ligt. En heb je dat allemaal geprobeerd? Dat is wat ze vragen. Alles wat in jouw mogelijkheid ligt, heb je dat geprobeerd? Ja, klopt. Dat is het nuanceverschil inderdaad. Maar ik begrijp wel heel goed dat ze dat gevoel had, want ik herken het precies. Wat zij had, heb ik ook een hele lange tijd wel gedacht. En dat maar is dat ook uit angst geweest bij jou dan om afgewezen te worden weer? Ja. Ja, zie je, dat had zij ook heel erg. Ja, want je bent, je denkt, of tenminste ik dacht, je bent nooit goed genoeg voor dat systeem. Dan inderdaad, je moet en alles afgevinkt hebben. Maar je gaat ook vergelijkingen maken met andere psychiatrische patiënten, om het zomaar te stellen. Want dan denk je van, nou ja, zo erg ben ik dus dan nog niet ten opzichte van anderen. Dus dan kom ik niet in aanmerking
voor dit traject. Die angst blijft dan gewoon sterk aanwezig. Ja. Ja, ik herken daar wel veel in van bij Milou ook inderdaad. Ja. En aan de andere kant was bij haar heel erg zoiets van, ik ben nou wel aangemeld, maar ik hou die wachttijd helemaal niet vol. Nog meer dagen, nog meer maanden, weer een brief, het gaat langer duren. Toen zei ik, dit ga ik helemaal niet trekken. Ik heb die tijd niet meer om zo lang te wachten. En heel veel mensen zeiden ook, ja, zo'n jong iemand, nog helemaal onvergroeid brein, hoe kan dat nou, dat hij niet meer beter wordt? En dan zei zij ook van, leeftijd wil helemaal niet zeggen hoe uitzichtloos het leven voor mij is. Misschien heb ik als 16-jarige wel veel meer meegemaakt dan iemand van 80. Hoe kun je dat nou voor mij vinden? Dat ik nog niet uitzichtloos lijd. Dat zat zij heel erg mee. Dat mensen dat dan maar vonden. Klopt. En het is natuurlijk voor haar, hè, want ik ben een stukje ouder, ik word 31. Maar hè, inderdaad, het wordt steeds moeilijker opboksen als inderdaad tiener zijnde. Of ja, inderdaad in die leeftijdscategorie. Want dan hebben ze makkelijker dat argument klaar. Van hè, je bent nog zo jong, je bent nog niet eens volgroeid. Probeer daar maar eens tegenop te boksen. Terwijl ze een heel legitiem verhaal heeft van haar kant. Het is haar leven. Zij voelt dat zo en niemand anders kan dat voor haar bepalen. En toch denken mensen nou ja, dat... Ja. 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 Wij hebben ook heel erg wel gemerkt dat er altijd weer een therapeut was die zei, ja, maar mijn behandeling gaat wel werken. Echt zo een beetje, zo heel hardnekkig van, ja, maar dit moet je echt nog proberen. En dan was het weer dezelfde EMDR-therapie of weer dezelfde cognitieve gedragstherapie. Of mensen wilden maar iets aan blijven bieden om maar bezig te zijn in de hoop dat er dan toch ergens die bocht naar herstel kwam. Terwijl zij overtuigd was dat niks meer haar beter ging maken. En dat voelt zij het beste aan. Nou, de energie is op een gegeven moment op. Dan is de flexibiliteit er gewoon uit. Dat is wat ik in ieder geval bemerk. Dat je geheugen op een gegeven moment het niet meer pakt. Niet meer aan kan. Maar, dat je gewoon roept. Maar wat doet dat dan met jullie? Dat mensen dan toch aan jullie blijven trekken en jullie willen fixen. Ik vond dat als buitenstaander, als moeder, vond ik dat ontzettend frustrerend. Dat ik echt zoiets had van, luister nou. Je hoort toch dat ze niet meer kan? Wat wil je nou weer? Ja, ik denk, vooral de wisselwerking is heel vervelend. Dat ze aan de ene kant roept, nou, je bent uitbehandeld. We hebben niks meer voor je. Je hebt alles al gedaan. En als je dan zegt, ja, nou ja, dan is dit niet meer mijn wens om door te gaan op deze manier. En dat ze dan roepen, ja, maar ja, daarvoor moet je nog een aantal behandelingen hebben. En dan moet je weer ergens ingepropt worden. En dan zeggen ze, ja, nou ja, dan kunnen we dit nog proberen. Heb je dat al gedaan? Ja, heb ik al gedaan. Ja, maar dat is zoveel jaar geleden. Ja, dus, ja of toen toon je minder behandelbereidheid. Die hebben we ook vaak gehoord. Toen heb je je niet helemaal gegeven, denk ik. Ja, nee. Oh ja, wil je dat in? Ja. Ja. Ja, toen had je nog meer dissociatie, toch? En inmiddels heb je meer gevoel. Dus als je het nu nog een keer probeert, dan zou het zomaar kunnen zijn dat het aan kan slaan. Nou. Ja, nu kun je beter delen wat er met je is. Oh ja, die. En ik ken er nog wel eentje, want... Oké, ik heb plussen en minnen bij mijn therapieën gehad. En er zitten ook echt wel heel veel plusjes. Ik wil niet alles onderuit halen, want ik ben ook wel... Ik heb ook fijne therapeuten, even voor de record. Maar er zit er ook één opmerking tussen waar ik niet zo heel veel mee kan. Ik ben bijvoorbeeld namelijk bezig met het woord self-management. En... Hè, en dat is ook de taak die ik heb opgekregen of opgedragen heb gekregen van mijn therapeuten. En dat houdt eigenlijk in dat je een goede dagstructuur behoudt. Denkt aan je eten en drinken en medicijnen en weet ik veel, sporten, bewegingen, dat soort dingen. Eigenlijk elk persoon moet aan zelfmanagement doen in het leven natuurlijk. Maar een persoon met een dergelijke stoornis of meer heeft daar net iets meer... Die moet daar meer op letten om gereguleerd te blijven, zeg maar. En het is niets meer of minder dan dat. Alleen dan krijg je op een gegeven moment naar je hoofd geslingerd dat als je een keer of een lange periode niet zo goed bezig bent met je zelfmanagement, dat toch wel echt je eigen verantwoordelijkheid is. Terwijl ik denk, ja, hè, snap ik. Maar aan de andere kant, ik heb inderdaad ook gewoon... Die drie stoornissen die soms er toch echt de overhand innemen. En dan doe ik nog zo mijn best.
om die zelfmanagement er tegenaan te smijten, letterlijk. Alleen soms lukt dat gewoon niet. En dan kan je alle goede wil van de wereld hebben, maar dan werkt het niet. En dan word je min of meer op je kop getikt, omdat je die zaak hebt verzaakt. Ja, maar iemand kan toch niet voor jou bepalen wat jij op een dag allemaal aan zelfmanagement kan doen, want anders voldoe je die dag niet, dan krijg je je vinkjes niet. Zij kunnen toch niet zien hoe jij je voelt? Nee, precies. Dus daar ligt mijn frustratie dan binnen de GGZ. Dan denk ik van ja, leuk, tot op een bepaald punt. Maar ik vind het al knap dat je überhaupt aan zelfmanagement kunt doen, nu nog. Dat vind ik al een wonder. Ja, dat is ook dat met, vind ik al knap. Ups en downs, hoor. Ja. Maar weet je wat wij op een gegeven moment hadden? Er kwam een psychiater bij ons op bezoek. En die had Milou 3 jaar daarvoor gehad als behandelend psychiater. En nu kwam die in de vorm van crisisdienst psychiater binnenstappen. En die zei, we gaan een washdown doen van al jouw medicijnen. Nou, ze was zo medicijnafhankelijk als je maar voor kunt stellen. Die kon echt niet meer zonder medicatie. En zelfs dat was nog niet genoeg. En hij wilde een complete washdown. Hij zei, als je dan 16 weken helemaal clean bent, 16 weken niks, oh, dan krijg je van mij de Mercedes onder de medicijnen. Dan word je beter. Dan gaat het helemaal goed met jou komen. Hadden we zoiets van washdown, 16 weken geen medicatie, hoe dan? Dan is ze er morgen niet meer, want dan staat ze hier op het viaduct op de A27. Hoe dan? Ineens stoppen, cold turkey. Ik denk, dat gaat hem niet worden. Maar hij zei dus echt tegen haar, dan krijg je van mij de Mercedes onder de medicijnen. Die gaat jou echt helpen. En het enige wat zij kon zeggen, sorry voor mijn taalgebruik, waar was je dan 3 jaar geleden, lul, met die pil? Waarom heb je me 3 jaar langer zo laten lijden dan? Ja. Maar toen zei hij, nee, dat geven we echt alleen als niks meer helpt. En toen zei ze, oh, dus ik ben wel uitbehandeld volgens jou, als die pil... Nee, dan is er wel weer iets anders. Ja, echt hoor. Die GGZ, briljant. Ja. Ik krijg toch een stukje kippenvel van af en toe. Wat vinden jullie van het taboe wat überhaupt nog steeds heerst op mogen overlijden als je het niet meer kunt? Ja, weet je. We hebben niet voor niets onze podcast uiteraard om... we hebben als missie dat dit onderwerp gewoon besproken kan worden binnen Nederland. Nou, dat wordt steeds meer toegankelijker gemaakt nu. Hè, door mensen zoals wij drie hier nu. En ik zou het prachtig vinden als, naast dat we het kunnen bespreken, dat er ook een verandering in gaat komen, in de zin van hoe bereikbaar het wordt om ook euthanasie uit te voeren voor, hè, ook jonge mensen en bij psychisch lijden. Het lijkt mij een enorme vooruitgang. Kijk, we hebben natuurlijk het EE. En dat is prachtig. Maar het moet gewoon over het hele land. Want nu is die aanvraag, of die wachtlijst, is gewoon te groot. Waardoor er dus inderdaad mensen zoals wij moeten wachten tot Sint-Jutemus. En we kunnen niet wachten. Dus dan krijg je alsnog dat mensen voor een trein springen misschien. Ik persoonlijk zou dat niet doen hoor, voor een trein springen. Dat vind ik heel egoïstisch. Maar er zijn mensen die het wel doen uiteraard. En dat snap ik heel goed. Maar dat kan voorkomen worden. Dat kan oprecht voorkomen worden. En daarom is mijn vurige wens ook dat er gewoon toch heel gauw verandering gaat komen hierin. Ja, ja. Nou, ik merk wel dat er beweging zit. En ik vind ook dat de podcast jullie maken en bijvoorbeeld de berichten die we wel eens lezen van Soraya en zo op sociale media, dan, dat zet wel mensen aan het denken. En je ziet wel dat mensen er meer over gaan praten. En ik heb ook echt wel de indruk dat er beweging zit. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon binnen de GGZ van hun behandelaar te horen krijgen. Oh ja, nee, maar jij voldoet toch niet aan die eisen die ze willen voor die wet. Dus je kunt je niet aanmelden. En dat vind ik zo fout, weet je wel. Binnen die GGZ moet ook gewoon die doodswens bespreekbaar zijn. En dat moet ook gewoon iemand in zijn portefeuille hebben en zeggen, weet je wel, ik durf dat gesprek aan te gaan. Die arts hoeft helemaal niet meteen een spuitje te zetten, maar die moet wel met mensen het gesprek aan durven gaan. En als iemand zegt, dat kan ik niet vanwege mijn geloof of om een andere reden, zoek dan een collega die wel zegt, van ik wil dat gesprek met jou voeren en ik wil kijken op welke manier wij voor jou behulpzaam kunnen zijn in
meedingen uitzoeken voor jou, meedingen op papier zetten, whatever, weet je wel. Maar zorg dat het bespreekbaar mag worden binnen elke behandelsetting. En Ja. dat moet eigenlijk veranderen in Nederland. En dan komen vanzelf, denk ik, ook artsen binnen GGZ-instellingen die zeggen: hé, hey, weet je, ik zie nou ook hoe groot die behoefte is. Ik wil daar ook me verder in gaan ontwikkelen. Ik denk dat dat, ja. En ook misschien het stuk, want artsen en dergelijke worden opgeleid om mensenlevens te redden. Daar is een eed voor afgelegd en dat soort zaken. Maar en psychiaters en psychologen willen natuurlijk ook dat mensen blijven leven. Maar het zou ook een mooie nieuwe twist geven als professionals worden opgeleid met het idee dat ze de mensen, hun patiënten, hun cliënten, het op de best mogelijke manier persoonlijk helpen. En voor de een is dat inderdaad vinden hoe het best door het leven te wandelen. En voor de ander is dat uiteindelijk het best om los te laten van het leven. Dus dat daar ook een onderscheid in komt, dat het niet, dat de nadruk niet meer per se ligt op een mens zo lang mogelijk in leven te laten, maar te kijken wat heeft een persoon nodig? Wil een persoon nog door? Kan het doorgaan of kan het absoluut niet meer? Is het gewoon mensonwaardig om door te gaan? Nou, dan help ik die persoon om een menswaardig, hè, einde te krijgen. Ik denk dat die verandering ook moet gaan komen binnen de GGZ. Ja, ik denk wel dat er ook artsen zijn die inderdaad nu wel realiseren dat niet iedereen beter te maken is. En dat soms helpen is inderdaad zeggen van: joh, ik zie dat jij niet meer kunt. Ik ga kijken wat we voor jou kunnen doen. Of ik ga jou helpen met een verwijzing naar iemand die jou verder kan helpen in zo'n traject. Om te kijken of je aan die eisen van zorgvuldigheid voldoet. Maar ik denk wel dat er veel mensen nu ook wel realiseren dat niet iedereen te fixen is. Maar ja. Je moet het denk ik maar aandurven. Je moet, ik denk dat veel mensen ook bang zijn dat de inspectie in hun nek meehijgt als er iets gebeurt. En dat ze ook bang zijn dat ze aangesproken worden op de wijze waarop ze het misschien begeleiden of zo. Dat ze daar angst voor hebben, met je koud watervrees misschien wel. Ja. Ja. Maar wij hebben wel eens gesprekken gehad met de psychiater van Milou. En die zei: ik vind het vreselijk dat ik eigenlijk iemand dan dood zou moeten maken en hem daarmee helpt, zeg maar. Want tuurlijk wil je liever dat iemand beter wordt, maar niet helpen met sterven betekent dat ik iemand nog meer in de steek laat en net zo alleen laat en laat lijden als nu. Ik had Maar vandaag eigenlijk een opmerking van iemand en die zei tegen mij: wij zijn dus eigenlijk humaner voor onze dieren dan dat we dat zijn voor onze medemens. Ja, die heb ik ook gehoord, ja. Nou ja, ik vind ook serieus dat, en dat heb ik ook heel vaak al geroepen, als jij bereid bent om iemand die echt niet meer kan te helpen met euthanasie, dat je dan aan suïcidepreventie doet. Want al die mensen die op die wachtlijst staan en het niet meer volhouden en eruit stappen, alle mensen die via de autonome route zelf eruit stappen, al die mensen die ergens in een GGZ-circuit wachten op hulp of nog op een wachtlijst staan om überhaupt ergens binnen een GGZ te komen en er voortijdig uitstappen. Ja, weet je, hoeveel mensen zijn dat misschien wel die echt uitzichtloos lijden en helemaal niet een impulsieve suïcide plegen? Ik denk dat dat met op een humane manier mogen gaan, dat we echt aan suïcidebeperking doen of ja, Ja, geloof preventie ik ook. doen. Ja. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja. En wij hebben een uitzending gehad bij Op1 en daarna heb ik heel veel reacties gehad op mijn opmerking. Ik ben blij dat Milou ons een geslaagde suïcide bespaard heeft, maar ook zichzelf, maar ook de hulpverlening. Want dat wilden ze niet, want ze wilden andere mensen geen trauma bezorgen, omdat ze zelf weten hoe het is om getraumatiseerd te zijn. Ja. En ik kreeg dus heel veel mailtjes van ouders die zeiden van: ik heb wel die politieagent aan de deur gehad en wat had ik mij en mijn kind graag zo nu maar een afscheid gegund wat jullie hebben gekregen. En ik denk dat dat gewoon een hele mooie boodschap, en maar ook een harde boodschap moet zijn naar de hulpverlening. Jongens, als we niks doen, dan zijn we eigenlijk ook allemaal een beetje medeverantwoordelijk voor dus een heleboel suïcides, denk ik. En dat klinkt heel hard. Maar
je gezicht wegdraaien en zeggen nee, ik kan niks voor je doen, dat leidt in sommige gevallen wel dat mensen eruit stappen. Precies. En wat natuurlijk ook zo is, herstel. Je geeft iemand inderdaad de mogelijkheid om oprecht te gaan op een fijne manier, een humane manier. Hè, er zijn inderdaad mensen die daar dan inderdaad gebruik van maken. Maar er zullen ook mensen misschien op dat punt toch omkeren en denken, oh, nou, dan kan ik weer door. Die verhalen heb je ook. Ja, dat, ja, weet je, en ik kan me daar zelf niet zoveel bij voorstellen als iemand zo'n persisterende wens heeft om te mogen gaan, omdat het leven zo naar is. Ja. 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 Maar ik wilde graag iets aan jou vragen, Isabelle. Want jij weet natuurlijk hoe Milou, zeg maar, overleden is. En je hebt van mij gehoord dat we dat afscheid heel erg mooi en heel erg waardig vonden. En dat dat voor ons heel erg steunend is geweest. En we hebben ook echt gezien dat ze echt pijnloos in alle rust op zo'n ja, rustige manier zo voldaan ging. Wat doet dat dan met jou? Want jij krijgt nu die kans niet en je gaat voor een andere weg kiezen. En ja. Ik vind dat best wel rot dan, want ik wil eigenlijk ook dat jij op een mooie manier mag gaan. En jij verdient ook dat humane afscheid. En net zoals Milou verdienen alle Isabelles ook dat afscheid. Wat Dat doet dat dan was met jou? Dat... Super lief allereerst. Mijn allereerste reactie is, ik ben blij dat Milou zo heeft mogen gaan. En juist ook, kijk, weet je wat het ding is? Ik weet dat het nu nog wat moeizaam is in Nederland. En inderdaad, als ik ook zo zou willen gaan, dan moet ik nog 2 jaar of zo op zijn minst wachten. Wat voor mij dus inderdaad te lang is. Maar aan de andere kant, ik besef me dat ik een heel, best wel pittig traject in moet gaan om te gaan. En ik kijk er ook absoluut niet naar uit. Ik vind het verschrikkelijk zelfs. De enige geruststelling die ik erin heb, is dat ik de hospice al heb gezien waar ik heen ga. Ik heb de mensen gesproken en ze zijn heel hartelijk naar mij toe. Ze zeggen ook van, hè, waar we je kunnen steunen, gaan we je steunen en we zijn er voor je. Dus kijk, in dat opzicht heb ik een warm bad daar. Dus dat stelt mij wel gerust. En dan kijk ik er nog steeds niet naar uit. Want een spuitje of een pilletje of whatever is natuurlijk veel fijner om te gaan dan dit. Want ik ben zo'n 7 à 10 dagen bij bewustzijn, heb ik begrepen. En ja, als je dan honger en dorst hebt, ja, nou, mild uitgedrukt, maar dat is gewoon niet fijn. En dan krijg ik wel pijnstilling. En uiteindelijk ook slaapmedicatie. En op het laatste moment, wanneer het echt niet meer gaat, dan word ik wel gesedeerd en in slaap gebracht, blijvend. Maar het heeft me wel een missie gebracht. Want het feit dat ik dit nu zo moet doen, vanwege die lange wachtlijst, betekent dat er dus nog meer mensen zijn zoals ik, op die wachtlijst, die dit ook zo moeten doen. En toen dacht ik van, nou ja, weet je, het is al zo vervelend om op die manier te gaan. Laat ik er dan op zijn minst, hè, over gaan vloggen en podcasten. Zodat uiteindelijk, hè, dit voor meer mensen toegankelijk gaat worden, euthanasie. Of iets makkelijker of iets sneller. Wel binnen kaders natuurlijk. Het mag niet zomaar gedaan worden. Dat, nee. Dat zou ook echt, dat zou gekkenwerk worden. Dat is ook weer niet mijn intentie van dit verhaal. Maar wat ik wil zeggen, als ik hiervoor dus moet lijden, letterlijk gezien, dan is dat zo. Ondanks dat ik er totaal niet naar uitkijk, maar als het gaat bijdragen aan verbetering omtrent euthanasie voor jongeren met een psychische stoornis, dan ben ik blij dat ik dit heb mogen doen. Want ik ga het ook vastleggen. Ik ga mijn hele verstervingsproces elke dag filmen. En als ik niet meer bij bewustzijn ben, gaan anderen het voor me filmen. Het wordt ook online gegooid. Ik wil ook per se dat mijn laatste adem erop komt. Misschien wel van een afstandje, niet echt bam, poef, erbovenop. Dat vind ik te confronterend. Maar ik wil wel zorgen dat er over nagedacht wordt en dat er echt een verandering komt. En nogmaals, ik kijk er ontzettend niet naar uit. Het liefst ging ik ook op een fijne manier. Maar ik denk dat het dan zo moet zijn, of zo. En ik gun het wel, hè, andere mensen die wel op een humane manier hebben mogen gaan, ben ik juist blij om dat die dat
zo hebben kunnen doen. En ook voor hun dierbaren, weet je, dat stemt mij alleen maar gelukkig. Want ik gun het een ander zo erg om zo te kunnen gaan. En dus ook de mensen die mij volgen straks ook. Dus als ik hiervoor dan dit moet doen, ja, dan is het zo. Het is wel een heel groot offer wat je dan maakt, hè. Maar het is... Ja, het is wel heel erg bijzonder dat je op die manier wil laten zien dat het zo nodig is dat Nederland gewoon nog meer daarover na gaat denken. En dat er toch een betere zorg op dat gebied gaat komen. Dat meer artsen bereid zijn om te gaan helpen. Omdat het, dit moet gewoon niet de manier zijn waarop mensen hun afscheid krijgen. Dat nee, exact. Vind ik gewoon heel, heel naar dat het... Ik heb natuurlijk ook mijn zusje zien gaan. En daar is mijn grote drijfveer vooral achter. Dat is eigenlijk, denk ik, voor mij de allergrootste reden waarom ik... Dus mijn kracht, zeg maar. Het is niet de reden, maar ze is wel mijn kracht. Want ik heb haar natuurlijk zien gaan. En ondanks dat zij op een gegeven moment op een punt van... dat ze palliatief werd. Eigenlijk had ik haar toen ook euthanasie gegund. Maar dan, hè, dan kom je weer op een proces wat veel te lang duurt. En dan zou ze al overleden zijn. Dus dat is ook niet super humaan. En eigenlijk, dankzij haar, kan ik dit aan. Kan ik dit proces aan. Ik doe dit voor alle... Hè, jij noemt alle Isabels, maar ik noem alle Stephanies nu. Ik doe het voor haar. En ik hoop dat het dan enigszins effect gaat hebben. Nou, ik hoop in ieder geval dat de stem van Milou, waarin ze roept om het luisteren en het horen van mensen die niet meer kunnen, dat samen met jouw verhaal straks gewoon echt wel niet die beweging die er nu gaande is, maar dat het echt gewoon een schokeffect gaat geven. Jongens, ja. Kijk nu, dit mag gewoon niet zo, kom op. Ja, precies. Ja, ik duim en... met je mee, echt keihard. En Milou zei altijd van, ja mama, al is er maar één iemand die dan straks wel op een mooie manier ook mag gaan en die gehoord wordt. Maar ik vind het een heel zwaar offer wat jij dan zeg maar nu zeg maar gaat leveren daarvoor om ook die ene of die verandering te krijgen. En dat vind ik wel, ja, ik vind het heel krachtig, maar ik vind het ook heel verdrietig dat het zo moet gaan. Je had in het voorgesprek trouwens ook nog een vraag aan Isabel. Het ging om rouwrituelen of rituelen had je het over? Ja, nou, daar was ik benieuwd naar of je bepaalde rituelen had in aanloop naar jouw afscheid. En bijvoorbeeld rituelen voor jou, maar ook rituelen voor jouw naaste. Of je daarmee bezig bent. Eigenlijk is mij, want ik ben best wel spiritueel, paranormaal aangelegd. En ook een aantal van mijn vriendjes en vriendinnetjes ook. En sommige mensen hebben mij gevraagd of ik een teken van leven wil gaan geven. Waar ik dan ook terecht kom, of dat nou daarboven is of hiernaast of waar dat dan ook mogen zijn. En dus ik heb met een aantal mensen een afspraak gemaakt hoe ik dan me manifesteer. Oh, echt, ja. Oh ja, oh, dat hebben wij ook meegemaakt. Ja. Ja? Ja. Nou ja, dat is dus een voorbeeld. En mag ik vragen, hebben jullie één afspraak die je wilt delen? Nou, toevallig is een klein jaar voordat Milou overleed, is de beste vriend en zakenpartner van mijn man Louis overleden. En die heeft 2 dagen voordat hij euthanasie kreeg. Die had al jarenlang kanker en kreeg euthanasie. En toen heeft hij 2 dagen voordat hij overleed, toen vertelde ik van... Louis is zo verdrietig, want hij gaat jou verliezen, maar dadelijk ook nog zijn dokter. En hij was van Ierse komaf en hij zei altijd tegen Milou... Listen, princess, the only one who's fucking gonna die is me, promise me. En dan zei ze, no, I can't. Dus hij wist gewoon dat ze ging komen. En toen ik vertelde dat Louis zo verdrietig was, toen zei hij, ik ga een boodschap inspreken en die mag je pas laten zien als ik dood ben. En in die boodschap vertelt hij dus dat hij voor haar daar is en klaar zal staan en zal zorgen dat niemand haar meer pijn doet en dat ze zal zingen en dansen als altijd ze gedaan heeft, daar ook weer kan doen. En dat hij terugkomt.
naar de aarde en het afsignaal dan naar ons toe het over de AEX heeft. En we hebben dus pas meegemaakt dat ineens thuis het over de AEX ging. En dat was gewoon een signaal voor ons dat hij bij ons was. En nou ja, wij hebben met Milou zeg maar het signaal rondom vlinders. En we waren pas op vakantie. En toen fladderde een oranje vlinder. Een monarchvlinder kwam naast me zitten op een struik. En die deed een hele grote vlinder. En die deed de vleugels open. En precies in de kern, het lijfje van de vlinder. Normaal is dat zo'n recht stokje, zeg maar. Als je goed keek, ik heb een foto gemaakt en ik heb hem uitvergroot. Dan zie je een vrouwenlijf wat danst. En Milou danste heel erg graag. Die danste heel de dag. En voor Milou was de vlinder heel symbolisch. Dus er landde bij mij een vlinder en die deed de vleugels open. En ik zag gewoon een dansend vrouwenlichaam. Wauw. En toen heb ik ook vrienden van mij geappt. Ik heb gezegd, ze is gewoon bij me. En wij vlogen die dag terug. En toen zat er op de stoel naast me zat niemand. Dus, en wij zaten helemaal verspreid door het vliegtuig. En toen dacht ik, oh, de deur gaat bijna dicht. Er zit naast mij niemand. Dus dan kunnen we lekker met z'n vieren toch bij elkaar zitten, dacht ik. En net op het allerlaatst kwam er nog een opa met een vader en een klein kindje van een jaar of zo aan. En die gingen dus op die drie stoelen naast mij zitten. Dus ik baalde. En dat meisje zat net op schoot bij die vader en pakte de hele tijd mijn arm. En dan pakte ze dus dit bandje. En in dat bandje, die heeft Milou laten maken, in elk bandje zit een foto van haar. En die dragen wij dus allemaal bij ons. Maar dat meisje pakte elke keer dat bandje. En dan zei die vader op een keer, die deed haar arm elke keer terug. En toen zei ik van, je mag aan al mijn armbandjes komen, maar het zwarte armbandje moet je van afblijven. Dat is van mijn meisje. En toen pakte ze weer. En dat was echt nog een heel klein meisje, denk ik een jaar of anderhalf. En meteen weer pakte ze mijn arm en pakte ze dat zwarte touwtje. En toen pakte die vader die hand en een beetje boos werd. Nee Milou, niet doen. En ik keek die vader aan en ik begon heel erg te huilen. En ze zei, oh nee, sorry, ik zal zorgen dat ze niet meer aan je ketting komt en aan je armbandjes. Ik zeg, nee, hoe heet jouw dochtertje? En toen zei hij, Milou, hoezo? Dan had ik zoiets, dit is niet normaal. Er komt dus een man met een baby naast me zitten en die heet Milou. Hoe dan? Ja, en dat de baby meisje zat pakt heel de tijd aan foto me. van Milou. Ja. Nou. Ja. Ja. En Milou heeft in de maanden voor haar afscheid heeft ze kistjes laten maken met op die kistjes haar tatoeage. En daar stond op when someone oh. Nee, het ging over memory die een treasure werd, een schatkistje. En daar had ze allemaal dingen waarin ze aan mensen dacht, wat ze samen beleefd hadden, foto's en zo. En daar had ze ook een foto van haar iris. Ja. Die had ze in een sleutelhanger laten verwerken. En die had ze voor iedereen in een fluwelen zakje gedaan met een briefje eraan. Mag ik met jou mee op reis? Dan ga ik een oogje in het zeil houden. En iedereen die sleutelhanger heeft, die laat ons nu dus elke keer weten, Milou is bij me. De ene is in Lapland nu en de andere is net terug uit Australië. En overal krijg ik foto's, kijk, Milou is bij me. Dus iedereen heeft dat oog bij zich. Dus ze reist gewoon met iedereen mee. Wat mooi. En zet ik jou nu aan ook om nog meer van dit soort dingen te bedenken voordat jij gaat? Nou ja, weet je wat het ding is? Ik heb letterlijk niet zo heel veel tijd meer. Tuurlijk vind ik het allemaal hele leuke ideeën. En ik denk als ik wat meer tijd had om het nog voor te bereiden, had ik misschien nog wat van die ideeën erin verweven op mijn manier. Maar de tijd is nu te kort. Dat wil zeggen, als ik volgende week de hospice in mag. Of die week daarop. En ik heb wel een aantal andere dingetjes wel gedaan. En ik moet gewoon leren dat niks perfect is. Nee, het is op een gegeven moment ook goed, hè? Iedereen doet het op zijn eigen manier, denk ik. Ja. En ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, maar wij zagen aan Milou dat de laatste 2, 3 weken dat ook haar lichaam fysiek op was. Dus dat ze ja. kreeg ook last van lichamelijke klachten. Haar nierfunctie was niet meer goed. Ze kreeg een hele hoge hartslag. Ze had heel veel ademproblemen. Ze viel vaak flauw. Dus wij hadden het idee dat haar lichaam al aan het versterven was, als het ware. Aan het voorbereiden was op het afscheid. En toen kon ze ook die dingen gewoon niet meer doen die ze nog graag wilde doen.
wilde wel graag bijvoorbeeld dat de nagels nog een keer gelakt werden in zo'n Thais winkeltje, want ze wilde mooie schoenen aan. En weet je wel, zulke dingetjes. Maar echt dingen doen, ze was gewoon op. Maar ook fysiek op. En ik weet niet of je dat ook ervaart, nou jij naar dat afscheid toe groeit. Nou, ik vind echt letterlijk echt heel creepy dat je dit nu zegt, want dat heb ik dus zeker. Wel in mindere mate, iets milder misschien, maar ik merk het ook. Ik heb sowieso de laatste tijd heel bizar vaak last van gewoon wat hartsteken en zo. Die zijn er bijgekomen. Nou weet ik ook dat betekent dat je soms contact hebt met gene zijde, zoals ze dat zeggen. Want bij mij is dat altijd een voorbode dat ik even visite heb van mijn man of mijn zusje. Maar ik heb het gewoon nu vaker. Dus ik vermoed ook dat ze me nu actief opwachten. Dus dat is sowieso een teken. Ik heb al zo'n kleine 2 weken veel minder zin in eten en drinken. Ik kan ook niet zoveel meer eten en drinken, al zou ik het willen. Dan zijn er af en toe wel eens momenten hoor. Want ze kwamen laatst met een chocoladefondue aanzetten. En tuurlijk, dan lukt het me dus wel eventjes. Maar ja, chocola wat dat betreft. Ik ben gewoon kapot. Ik ben echt moe. Deze podcast nu op dit tijdstip doe ik echt op wilskracht. En ook omdat ik een missie heb en ik heb koffie voor mijn neus. Maar ik ben gewoon net zo'n oma. Ik slaap graag veel. De dingen die ik zou moeten doen lukken maar voor de helft. Ik moet ook echt mijn planning elke keer bijstellen. Of gewoon totaal daarvan afhaken. Ik voel me net zo'n oma. Ik bedoel, ik word volgende week 31. En dat is eigenlijk supersonisch jong. Maar ik heb een lijf van 80 gevoelsmatig. Qua energie, qua eten wat het binnen. Ja, wat het naar binnen vraagt eigenlijk nog. Want als ik al honger heb, wat niet zo vaak meer is. Ja, het lukt gewoon niet meer. De smaak is ook weg. Als ik naar dansavonden ga, want ik dans heel graag. Ik heb eigenlijk geen zin meer om te gaan. En dan ga ik mee omdat vriendinnen zeggen, is goed voor je. En dan stap ik met heel veel pijn en moeite mijn auto in. En dan rij ik ons daarheen en dan zit ik daar op die bank. En dan moet ze me echt de dansvloer opvragen. En dan, ik hou letterlijk, eigenlijk qua adem hou ik misschien maar 2 minuten vol. En de rest doe ik weer op wilskracht. Maar ik ben dan gewoon buiten adem. Want ik heb ook gewoon minder lucht in mijn lijf. Het is heel eng. Ik krijg gewoon minder adem. En het is heel bizar. Want in feite ben ik fysiek, technisch gezien, gezond. En toch is mijn lijf me aan het kwitten. Voel ik nu. En het is enerzijds is dat fijn. Want ik zie dat als een soort voorbereiding. En dat klinkt misschien heel stom, maar ik geloof er echt in dat als jij je zo aan het voorbereiden bent op dat afscheid, dat jouw lichaam op een gegeven moment mee gaat voorbereiden met jou. Nou, dat doet het. En ik ben er enerzijds dus ook heel blij mee, want het zorgt er ook voor dat ik gewoon ook die rust moet pakken. Die het vraagt soms van mij. En anderzijds baal ik, want ja, de perfectionist, en dan komt de dwangstoornis toch even om de hoek, die heeft nog een hele hoop te regelen. De uitvaart kan altijd nog beter geregeld worden. De erfenis verdelen, het kan altijd nog beter. Financieel voor mijn moeder zorgen, dat kan ik ook altijd nog beter regelen dan wat ik nu heb geregeld. Dingen vertellen aan vrienden en familie of een vlog of een podcast die toch nog even moet. Weet je, zelfs eigenlijk zegt mijn lijf van, wat ben je nu aan het podcasten? Je moet slapen. Het is tijd om naar bed te gaan. Alleen mijn mind zegt gewoon, je hebt die missie. En daarom doe ik dit. Maar ik zie gewoon, als ik mezelf nu hier in die kamer zie, ik ben gewoon één zombie eigenlijk. Het is gewoon eigenlijk, er precies is nog een beetje. Wil komen hunten, dus wij krijgen een vooruitblik. Ik vind het wel gezellig. Ja. Ik vind het wel heel bijzonder dat de dingen die wij zeg maar ervaren hebben aan Milou, van nog zoveel van jezelf willen en moeten doen voor anderen,
Maar eigenlijk fysiek gewoon zo op zijn en die rust zo op moeten zoeken. Milou raakte daar helemaal van in paniek. Die kon ontzettend verdrietig worden omdat er nog dingen moesten gebeuren. En dan hadden we vaak echt zoiets van, joh, kom eens even lekker op de bank zitten. Wat moet er dan allemaal nog? Je hoeft niks meer, weet je wel. Je mag gewoon, weet je wel, neem je rust en het is oké. Ja. Alles wat nu geregeld is, is oké, hebben we alweer maar tegen haar gezegd. Ja. Maar zij bleef heel erg van, oh, maar ik moet dit nog en ik moet dat. En dan werd ze echt heel verdrietig van zichzelf dat het voor haar gevoel nog niet klaar was wat ze allemaal nog moest regelen. Klopt, want je wil, tenminste, nou vul ik het misschien heel erg voor haar in, maar in ieder geval, ik wil dat mensen oké achtergelaten worden. Want het is gewoon, het voelt voor mij heel egoïstisch om dit te doen, hoe je het ook bent, of keert, linksom of rechtsom. Ik laat mensen achter in pijn, in verdriet en in rouw. Ik laat ze toch achter met een zootje, in welke vorm dan ook. En dan wil ik zorgen dat ik dat kan verminderen of de last kan dragen, deels voor hun, door voorwerk te doen. Door ze herinneringen te geven en dat soort dingen. En dat is eigenlijk nooit genoeg, want je weet dat de rouw. Ik heb natuurlijk, hè, ik heb mijn man en mijn zusje verloren. Rouw is altijd. Het is gewoon haast een onmogelijke opgave, rouw. Dus ik probeer daar ergens tegenop te boksen. En ik weet toch dat het onvermijdelijk is dat ze het gaan krijgen. En ja, en dat maakt verdrietig. Want het is gewoon machteloos toekijken naar hoe je dierbaren die je nalaat het heel moeilijk gaan krijgen. Ja, ik heb daar met Milou ook al veel gesprekken over gehad. Want ze zei, mama, ik maak jullie dadelijk heel erg verdrietig. En Daan gaat mij heel erg missen. En iedereen is dadelijk verdrietig. Wat doe ik jullie eigenlijk aan? En toen zei ik ook van, ja, maar lieve, dat mag niet jouw wens in de weg staan. En je hebt die rust zo hard nodig. En dat mag nooit dat jij het niet gaat doen, omdat anderen daar verdrietig van worden. En het feit dat wij met z'n allen heel verdrietig zijn, geeft alleen maar aan hoeveel we van jou houden. En ook dus hoeveel wij willen dat jij niet meer lijdt elke dag. En daar kreeg ze toen wel wat meer rust ook mee. Dat het verdriet wat wij hebben is ons verdriet. Maar wij willen niet meer dat zij verdriet heeft. Maar bijvoorbeeld, ik kan me ook voorstellen dat jouw moeder misschien ook wil dat jouw lijden stopt. Ook al weet ze dat ze dadelijk verdrietig is. Maar dat is haar verdriet. En dat verdriet is er omdat ze ontzettend veel van jou houdt. En jou eigenlijk niet wil missen. Maar ze wil wel, denk ik, dat jouw lijden stopt. Ja, klopt. Ze zegt precies wat jij tegen Milou hebt gezegd. Dat zegt ze ook tegen mij. En ik denk, wat je ook zegt, weet je wilt altijd zo goed voor een ander doen. Dat maakt ook dat je daardoor onrustiger wordt of verdrietiger. Omdat je dat. He, dat je dat niet wil, maar dat kun je niet voorkomen. En het zou helemaal niet goed zijn als we allemaal niet verdrietig zouden zijn. Want dan houden we toch niet van jou, weet je, als je. Dus eigenlijk is het heel goed en heel lief dat de mensen dadelijk verdrietig zijn. Want dat betekent dat ze ontzettend veel om je geven. Ja. En dat, Ja. ja. Ja, dat is zeker ook. Dat is ook waar. Ja. Ja. Wat een behulpzaam gesprek. Dankjewel. Dat is heel mooi. Ja. Ik had nog een vraag. Heb je nog een tip voor de moeder van Isabel? Hoe ze het beste door dit proces erin kan gaan? En misschien daarna, maar. Ik weet niet oh jee. Of die vraag nou, weet je, dat nog wel ter zake doende is. Nou, weet je, de moeder van Isabel heeft natuurlijk eigenlijk al heel veel verlies meegemaakt. Wat voor ons nog niet het geval was. Ja, ik hoop alleen dat andere mensen niet voor haar gaan denken hoe zij zich moet gaan voelen in die periode. Dat ze zelf mag voelen en mag zijn zoals ze dan wil zijn. En dat ze ook het afscheid met Isabel kan hebben zoals jullie dat graag samen willen. En niet dat door andere mensen bepaald wordt hoe dat plaats gaat vinden. Dat zou ik jullie allebei heel erg gunnen. En het feit dat jullie er nu ook wel samen naartoe kunnen leven en samen erover hebben. En dat, ja, dat,
dat moet daar op een of andere manier heel veel kracht en vleugels gaan geven dadelijk. Om dat verlies, wat hoe dan ook, fucking pijn gaat doen en heel erg naar is, dat ze dat wel kan gaan dragen en verdragen. Ik denk echt dat de aanloop naar samen toch een afscheid hebben kunnen hebben, in plaats van dat iemand bijvoorbeeld een suïcide pleegt in eenzaamheid. Dat verschil, dat echt wel kracht gaat geven en gaat helpen. Maar ja, wat ik al zeg, jouw moeder heeft al zoveel verlies en verdriet meegemaakt. Die heeft misschien wel helemaal niks meer aan mijn tips. Die is daar al misschien wel veel verder in. Ja, ja en nee. Want zeker, ze heeft natuurlijk... we hebben Stephanie verloren samen. Anderzijds, het is weer een nieuwe rouw die erbij komt. Ik denk dat ze dus weer helemaal van voor af aan moet beginnen. Dus dat in die zin die tips dan toch weer van pas komen. Want ze moeten toch weer van A tot Z doorlopen. En trouwens, bij Steve is ze nog niet tot Z gekomen. Want dat is natuurlijk pas 1,5 jaar geleden. Zo om en nabij. Dus ze zal het weer helemaal opnieuw moeten doen. In combinatie met de rouw die al loopt. Ja, en weet je wat mensen ook wel eens aan mij vragen? Van ja, heb je er nu vrede mee? Dan denk ik, ja, heb ik er nu vrede mee? Dat is iets wat ook door je hoofd gaat spelen natuurlijk als moeder. Van ja, ben je nu opgelucht, vragen mensen dan wel eens. Nee, weet je, ik ben niet opgelucht. Ik ben blij voor haar dat ze niet meer lijdt. Maar ik mis er wel heel erg en ben wel heel erg verdrietig. En dat ja. Ja. Dat gaat zij natuurlijk ook weer zo ervaren. Ik denk dat zij ook blij is dat voor jou een lijden stopt. En haar gemis en verdriet zal ook knetterhard zijn dadelijk. Ja. Ja. Ja, dat is onvermijdelijk inderdaad. En dat opgeluchte, die vraag, ja, ken ik ook. Ja. Dat werd mij ook... Heeft jouw moeder ook wel eens dat ze dan denkt bijvoorbeeld aan jouw zusje, dat jij naar jouw zusje teruggaat? Of heeft ze dat... Ja. Want dat zou misschien ook een heel fijn gevoel voor hun kunnen zijn, dat hoe verdrietig ook jullie toch dadelijk samen bij elkaar zijn, dat dat haar misschien kan steunen. Nou, dat is zeker wel een onderwerp waar we het vaak over hebben. Want ik zei ook van, ja, weet je... In dit geval betrekt mijn man er dan ook bij, want wij zijn een beetje een soort heilige drie-eenheid bij elkaar dan. Want mijn zusje noemde mijn man altijd haar grote broer. Of ja, altijd, in haar laatste week met name, werd hij omgetoverd tot haar grote broer. Dus ik denk, mama die weet dat wij drie als bengeltjes samen zijn. En dat we ook af en toe met haar meekijken inderdaad, of met haar meereizen, of hoe je het ook wil zien. Misschien vliegen we wel mee, ik weet niet wat we kunnen. Maar ik denk dat het haar geruststelt dat ik niet alleen ben. Maar ook zij is net zoals ik heel erg spiritueel aangelegd. Dus zij heeft inmiddels ook meerdere mensen gesproken aan de andere kant van de lijn, zeg maar. En we weten dat er nog wel meer mensen zijn die mij opwachten. En dat zijn niet alleen die twee, maar het is ook gewoon een warm bad van een aantal familieleden die we heel erg missen. En dat stelt haar ook gerust, want zij mist die mensen ook. Maar blijkbaar zijn die er nog en ze weet dat ik daarheen ga. En at some point weet ze dat ze weer terugkeert. Komt zij ook bij jullie? Ja, precies. Dus het is niet zo dat we elkaar verlaten. We zijn uiteindelijk altijd weer samen, maar het duurt eventjes. Ken je die... Die liedjes van Anna Rosenberg. Nee. Zij schrijft ontzettend mooie gedichten. En daar maakt ze ook gitaarmuziek en liedjes van. En dat beschrijft helemaal van... Ik ben weg, maar ik ben niet echt weg. Ik ben wel bij jou. En dat zijn echt... Ja, geen troostliedjes, maar wel liedjes waar je zoveel herkenning uit kunt halen. Het is misschien wel mooi om daar eens iets van te luisteren. Anna Rosenboom heet ze. Oké. En zij beschrijft precies van iemand die naar die andere kant overgaat, weet je wel, die is er nog wel. En over signalen en tekens en zo heeft ze het. En ze kan dat zo mooi beschrijven.
Nou, dat ga ik opzoeken. Dat vind ik wel heel interessant. Dat, ik denk ook wel voor mam heel fijn. Vooral in deze fase. Ik denk dat ik haar die tip even ga doorspelen. Ja, ik heb daar zelf heel veel aan die liedjes. Omdat het ook klopt met de voorstelling die ik zelf heb van daar aan die andere kant. En dat ze toch wel hier is. Dat ik het aan allerlei dingen voel. En Ja. dat is gewoon een hele fijne bevestiging. En die hoor je in die liedjes terug van Anna Roosboom. Ah, dat is mooi. Dat is heel mooi. Ja. Nou, ik hoop misschien dat ze daar iets aan heeft. Ja, nou, ik ga haar die tip sowieso toespelen. En waarschijnlijk is het overbodig, want ze luistert deze podcast ook. Ze was al heel benieuwd naar deze nieuwe aflevering. Dus ze gaat dit gewoon te horen krijgen. Maar ja, ik zal het er zeggen. Nou, ik hoop echt dat het voor jullie, ondanks dat het ja, niet fijn is wat je zegt op de manier waarop het gaat gebeuren, dat je liever die andere manier had, dat het toch jullie dadelijk allebei het gevoel mag geven dat dit wel ja, is wat nou zeg maar voor jullie gewoon het meest wenselijke is dan dat het ja, dat het goed voelt voor jullie allebei. Ja. Hoewel er nog steeds ergens een poppetje in mijn hoofd nou zit te schreeuwen van waarom kan het niet op die mooie manier, maar dat ga ik ook niet oplossen. Ik ben ook Nee. geen dokter of zo, maar ik vind het, dat vind ik gewoon heel oneerlijk. Dat, ja. Nou ja, een man die heeft, dat heb ik in het voorgesprek net gezegd, maar even voor in de podcast dan ook. Man die heeft toevallig vanavond een appje gestuurd. We hadden de contactgegevens van Menno Oosterhof niet, maar van Dieneke wel. Dus zij heeft aan Dieneke de vraag gesteld ja, of Menno het niet wil doen. En die heeft de vraag weer doorgespeeld naar, nou ben ik de naam weer kwijt. Dit van Mechelen. Ja. En ja, daar is nu wachten op een antwoord. Want mam heeft een heel mooi pleidooi gegeven. En ik vind het echt prachtig wat ze heeft geschreven. Het was een appje, geloof ik. En ik kan niet zo reproduceren, want mama is daar echt een ster in. Dus ik zou niet weten wat het. Ik zou het niet zo nu kunnen herhalen wat erin stond. Maar het ding is, hè, zelfs als het antwoord nee gaat zijn, waarin ik ja, de kans groter acht dat het inderdaad gewoon een nee wordt. Omdat er zoveel aanvragen zijn, uiteraard. Of ja. Aanvraag inderdaad. Ik vind het gewoon zo lief dat mam op zijn minst, zoals zij het zegt, de hartekreet van een moeder heeft uitgeroepen bij een professional heeft neergelegd. Het betekent dat ze echt heel veel van me houdt. En ja, oké, okay, dit wordt heel erg moeilijk, dus ik moet nou niet gaan huilen, maar ik vind het gewoon super lief van haar. En ik ben gewoon blij dat ze dat heeft gedaan. Dat is voor mij meer dan goud waard en dat is voor mij belangrijker dan het antwoord. Tuurlijk zou het mijn hele opluchting geven als iemand het doet. Maar ik vind het gewoon super lief dat ze het op zijn minst heeft gevraagd. En meer dan dat kunnen we dan op dit punt niet meer doen. Nee, maar ik snap ook wel dat mensen gewoon allerlei dingen nog gaan zoeken, weet je, en mensen gaan proberen te contacten, omdat het is ook nogal wat er gaat gebeuren. Dus ik snap wel dat mensen toch, ja. Een wanhoopsbrief of mail of app of iets gaan sturen naar mensen. Ik snap wel dat gebeurt. Ja. 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 Weet je wat ik me trouwens ook nog. Oh, sorry. Ja, nee, dat ik zei, het is ook alleen maar super lief, eigenlijk. Ja. Weet je wat me trouwens ook nog te binnen schiet, wat wij gedaan hebben? Ik weet niet wat jullie daarvan vinden, maar ik vind het altijd heel raar dat mensen op een begrafenis gaan vertellen hoe fantastisch en leuk en gezellig het met iemand was. Maar diegene ligt dan daar dood in die kist. Dus wij hebben ook tegen Milou gezegd, wij willen jou graag vertellen hoe fijn en leuk het was. En wat we mee hebben gemaakt. En als jij het dan goed vindt, dan mogen de anderen het ook horen. Dus we hebben van tevoren aan haar bij leven onze afscheidsbrief aan haar voorgelezen. Wauw. Dus ik als mama en Louis als papa hebben allebei een brief aan haar geschreven. Die hebben we voorgedragen aan haar. Op haar lievelingsplekje in het bos, waar ze oma heeft uitgestrooid. En dan zat ze met de honden. Daar hebben we verteld. En Louis thuis aan de tafel. En
Dat hebben we opgenomen. En toen zei ze, nee, oké, ik vind het echt heel erg lief, die brieven van jullie. En het klopt ook allemaal. De rest mag het ook zien. En toen kregen we toestemming van haar dat wij vertelden in dat filmpje wat we als afscheid wilden zeggen tegen haar. Dat is ook mooi. Zodat ze hem zelf ook tenminste nog hoort. Ja. Hoorde, ja. Dat is heel mooi. Ze heeft zelfs ooit het idee gehad van, mam, als ik nou eens gewoon tegen iedereen zeg, ik word 9 oktober begraven. En dat ik eigenlijk pas echt de tiende, of een andere dag doodga. En dat ik gewoon bij die uitvaart aanwezig ben. Dat ik zie wat mensen over mij vertellen en hoe mensen doen. Hoe zou je dat vinden? Ik zeg, nou, ik vind het wel een idee wat bij jou past, maar ik vind het niet uitvoerbaar. En toen kwamen we eigenlijk ook op die brieven. Zo van, ja, jij wil dus heel graag weten wat mensen gaan doen. Ze wilden ook daar de regie in hebben. We hebben zelfs tijdens de uitvaart Milou laten bellen naar de uitvaartondernemer. Want die wilde net zeggen, jongens, doe allemaal je telefoon uit, weet je wel. En toen ging zijn telefoon over. En toen was het, hé, Milou, ja, nee, er liggen geen rouwstukken op je kist. Nee, dat wilde je niet, oké. Okay. Ja, je veep ligt op de kist, ja, oké. Okay. Wie zeg je? Ja, nee, die is er niet. Maar die is er wel, maar die staat achterin. Dat moest ook voor jou, hè. En zo had hij een heel gesprek met Milou. Dus iedereen in die zaal had echt zoiets van, jongens, dit kun je niet maken. Maar toen zei hij ook van, jongens, Milou heeft de regie over haar eigen leven gehad. En dus ook vandaag over haar uitvaart. En nu is het oké, okay, Milou. Ik neem het nou van jou over. En zo is eigenlijk haar afscheid begonnen. Mooi. Van het begin tot het einde helemaal haar regie, zeg maar, zelf mogen bepalen. Ja, prachtig. Ja, nee, ik hou van haar stijl. Vooral omdat ik ga niks verklappen, want anders zouden mijn familie en vrienden nu al weten hoe mijn uitvaart in elkaar steekt. Maar ik heb al een briljant draaiboek. Dus oh, ik hou van haar stijl. Ze heeft het heel mooi gedaan. En dat eindigt met snode plannen uitgevoerd. Ja, precies. Ja. Het is allemaal toch oké. Okay. Het wordt jouw afscheid. Weet je, hoe jij het wil gaan doen, dat is allemaal oké. Okay. Ja. Dat moet je van tevoren ook niet aan mensen gaan vertellen. Dat is gewoon nee. jouw ding. Ja. Nee, het is één ding wat mensen wel al een beetje kunnen verwachten. Wat ze weten van mij. Ik zei, het wordt geen uitvaart. Het wordt een verjaardagsfeestje. Ja. En dat is alles wat ik erover zeg. Ja. En Milou wilde ook jou, een feestje. Want voor ja. jou voelt het als thuiskomen, toch? Naar huis ja. gaan. Dus we vieren eigenlijk dat je thuis bent. Ja. Ja. Het is mijn geboorte in het hiernamaals. Ja. En Milou zei ook, ik ga naar mijn plek. Naar mijn plek terug. Dat was echt voor haar ook. Zij hoorde hier niet op aarde, zei ze ook. Nee. Dus nee. Niet haar plek. Nee, klopt. Dat is heel voelbaar. Ja, dit is niet thuis. Het is daar. En het boek, Het Sprookje van de Dood, over Zieltje. Wel van gehoord, geloof ik, maar nog niet echt iets actiefs mee gedaan, geloof ik. Het is een heel klein, lief boekje over Zieltje. En Zieltje gaat naar de aarde om daar geboren te worden en onderdeel van een gezin uit te maken. En die gaat een papa en mama uitzoeken bij wie ze gaat wonen. En dat is zo leuk beschreven. Het sprookje van de dood, of over de dood heet het. Ja. Oh, dat klinkt wel heel mooi. Kan ik? Ja, ik moest heel erg lachen om dat boekje. Ja. En het zijn allemaal kleine stukjes en ik moest elke keer lachen. Ik werd vrolijk van het boekje, terwijl het eigenlijk een heel heftig onderwerp is. Ja, ja. Het Zieltje is er alleen omdat er iemand dood is gegaan en naar die overkant is gegaan. Kan mooi. Nou, en dat kan op de boekenlijst te lezen in hospice. Ja, dat wou ik net zeggen. Ik wist niet of het zo morbide was, maar ik dacht van ja, dit is gewoon de podcast die al een en al morbide uitstraalt. Dus ja. Ik wilde net zeggen, wij zijn het nog steeds, hè? Ja, precies. Precies, ja. Ja, nee, die komt op de boekenlijst. Ik zal een fotootje maken en ik zal hem even naar je appen. Dan weet je hoe die eruit ziet. Dat is makkelijker zoeken. Super lief. Ja. Ik maak trouwens wel eens een morbide grapje. Als je bijvoorbeeld een behandeling had gehad bij de GGZ en het aantal behandelminuten waren op, of je was klaar daar en je ging weer
weg, terug naar huis of naar een volgende instelling. Bij bol.com krijg je nog eerder een verzoek voor een review. Of het mooi was en of het goed gegaan is. Wij hebben bij de GGZ nooit de vraag gekregen, heeft het geholpen? Oh, dat is ook weer zoiets. Nou. Ja, ik heb ze wel gehad. Ook zo na 3, 6 maanden dat iemand vraagt, hoe gaat het met je? En heb je herstelmomenten kunnen pakken? Echt zo'n reflectie ook? Ja. Maar dat Oké, voelde altijd mooi. als een examen. Oh, weer. Ja. Dat is Ja. Weer minder dan. Net zoals al die testen die je maar in moet blijven vullen. Elke 3 maanden. Om te In kijken die vragenlijst, toch? Of je wel voortgang maakt. Ja. Allemaal testen om te Oh, ja. kijken. En dan zeg ik altijd, ja, ik vind ze vreselijk. En dan, ja, maar ja, dat moet van de verzekering en bla bla. Jij wilt toch ook dat? En het is altijd, dat is echt een zin die ik haat binnen de Zo'n GGZ. examen, ja. Jij wilt toch ook dat? Ja. 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 Jij Ja. wilt toch ook dat je behandeling betaald blijft? Dus dan is het niet erg als we nog een plakker op je plakken. Jij wilt toch ook dat we zeg maar samen werken aan dat je je beter gaat voelen. Dus stop dan hiermee. Jij wilt toch ook dat? En doe dan maar nu dit. Oh, wij hebben nog een hele nare variant daarop meegemaakt. Ik weet niet of ik die nog als toetje mag toedienen. Ja hoor. Ja, maar jij wilt toch dood om dan nog zoveel geld aan die behandeling te besteden. Daar kan ik 10 andere jongeren van helpen die wel beter willen worden. Nee, serieus? Ja hoor, die heb ik ook gehoord. Ja. Oh ja. Ja Zoveel hoor. geld, nee. Daar kan ik echt wel andere Zo. jongeren voor helpen die wel. Ja. Hey, je weet dat jij hier zit voor jou, toch? Weet je wel? Ja, en als jij dood wil of jij je blijft je snijden, ja, dan weet ik niet of er een plek is voor jou. Want jij blijft het toch Nee, doen. maar het is echt niet meer suicidaal, want ze heeft vandaag gelachen. Briljant. Ja, die Heel hebben we, goed. maar die variant krijgen we ook nu nog steeds. Hè? Isabel, dat als je dan zegt van ja, nou ja, eigenlijk bereid ik me voor om er niet meer te zijn. En dat dan mensen een oplossing gaan verzinnen. Of, weet je, dan zeggen ze eerst in je gezicht, oh ja, nee, begrijp ik. Ik ga helemaal met je mee. En dan vervolgens, maar daar is nog wel een beetje hoop, toch? Of, oh, maar je gaat nu dit doen, dat is toch leuk, weet je wel? Ga maar door daarmee. Want dan zul je het wel niet meer voelen of denken. Of... Oh, wat leuk, Ja. ben je naar de film geweest? Welke bioscoop? Oh, ja, welke film? Oh, wat leuk. Gaat goed met je nou dan, hè? Ja. Nee. Ja, exact. Of de variant die ik dan ook krijg, want ik heb een hele bucketlist gemaakt. En deels heb ik hem gedaan, deels niet. En dan krijg ik vaak van, oh, maar hè, dit staat nog op je bucketlist. En daar staat nog geen vinkje achter. En hier staat nog geen vinkje achter. En wil je die niet eerst even afmaken? Terwijl ik denk, ja, weet je, misschien een paar maanden geleden was die bucketlist nog van enigszins belang. En die is inmiddels niet meer belangrijk voor mij geworden. Ik wil gaan. Ja. Mag ik gaan, zou je eigenlijk moeten zeggen. Dat iedereen gewoon klaar is met oplossingen aanbieden. En gewoon, jongens, het is oké, laat me alsjeblieft gaan. Ja. Ja. Je krijgt hele mooie opmerkingen. Oh, je bent al lang niet op vakantie geweest, hè? Ja. Nou, weet je, ik wil een boek gaan maken. En dat boek wil ik, de ene kant moet zwart zijn, de andere kant moet wit zijn. En de titel van dat boek heet Leidend Voorwerp. En aan de zwarte kant staan allemaal zulke uitspraken. En aan de witte kant, dan draai je het boek om. Daar staan echte hele goed bedoelde adviezen en opmerkingen of verhalen. En dan is het aan de hulpverlener waar hij mee begint. Met het zwarte gedeelte, met dingen die hij zelf misschien ook wel eens zegt. Of begint hij met het witte om te kijken van, hé, dat doe ik ook zo. Maar dat boek moet aan twee kanten leesbaar gaan worden. Af. Mooi. Wauw. Die moeten ooit komen. Nou, ik duim voor je en ik vind het een heel mooi initiatief. Zeker. En vast ook Ja, ik heb het ook geïnspireerd door graag. Milou. Ja, en ook door je spel nu, want die bucketlist moet natuurlijk ook iets mee. Nou, kijk. Ja. Ik zou Jeetje. eigenlijk een eind
aan deze podcast willen maken. Ik wil je heel erg bedanken. Ik wil altijd vragen nog, wil je nog iets zeggen of heb je nog iets toe te voegen? Want als wij afsluiten dat je denkt, oh, maar ik had dat nog willen zeggen. Dat... Nee, ik vind het super fijn dat ik met jullie heb mogen praten. En ik wil jullie gewoon allebei het allerbeste wensen. En met name nu voor Isabel, die natuurlijk nu voor een heel zwaar traject staat, wil ik gewoon dat je een hele mooie reis krijgt. En dat je hier heel fijn gaat voelen op de plek waar je naartoe gaat. En of je even Milou een knuffel wil geven als je er ziet. Nou, dat beloof ik van harte. En echt super bedankt ook voor al jullie woorden en steun en begrip. Ook heel veel sterkte. Blijf pijn doen natuurlijk om het rouwproces is gewoon KUT. Kan ik niks anders van maken. Dus echt een hele dikke knuffel. En dankjewel dat je in onze podcast bent gekomen. Jullie dankjewel. Ja, een hele dikke knuffel voor jou en je gezin. En succes, zeg maar. Of ja, nou ja, succes. Kracht. Voor... Liefde. En liefde. Elke dag. En dankjewel. Ja, dankjewel. Jullie ook dankjewel. Nou, Isabel, daar komt-ie. Nox. Jee, dat was hem voor vandaag. Bij Daar vinden wij het van. Dank voor je tijd dat jij luistert. Wordt enorm gewaardeerd. Wil je ons steunen? Abonneer je dan op onze podcast. Laat een review achter en deel deze aflevering. Zo draag je bij aan de verspreiding van inzicht en empathie rondom dit thema. Als je na deze aflevering behoefte voelt om je eigen verhaal te delen, je mening te ventileren of gewoon te zeggen, hier ben ik, dit is mijn ervaring, bereik ons dan via info@natrauma.nl. Of bij Stichting KEA. Samen met Stichting KEA bouwen we aan een gemeenschap waar ruimte is voor elk geluid. Samen strijden we voor meer begrip en betere steun rondom euthanasie bij psychisch lijden. Als je steun nodig hebt, schakel dan professionele hulp in. Jouw welzijn is belangrijk. Tot de volgende keer. Blijf praten, blijf delen, blijf luisteren. Liefs, Isabel en Hansje.